Goedemiddag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza van maandag 9 juli. Vandaag trokken er vanuit het noorden wolkenvelden over het land en daar viel zelfs af en toe een spatje regen uit. Wel bijzonder na de droge periode die we de laatste tijd hebben gehad. Daardoor bleven de temperaturen ook wat achter, maar in Limburg werd het lokaal nog wel 25 graden en in Arsen hebben we nu de langste hittegolf in 12 jaar. Vanavond liggen de temperaturen tussen 15 en 20 graden en er staat erbij een matige noordenwind. Er kan nog steeds een spatje regen vallen uit de bewolking. Dat geldt ook voor vanavond. De minima dalen dan naar 10 tot 14 graden en langs de kust kan de wind soms vrij krachtig zijn. Morgen trekt er een storing over Duitsland en daardoor krijgen wij te maken met buien. Die trekken van noord naar zuid over het land. De meeste regen valt daarbij langs de grens met Duitsland. Daar kan in een pittige bui zo'n 5 mm vallen. In de rest van het land valt er minder regen, en het is dus bij lange na niet genoeg om de droogte tegen te gaan. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het noordwesten. En de temperaturen komen uit op 20 tot 23 graden. En dat is wel wat lager dan we de laatste tijd gewend zijn. Deze dip in het zomerweer duurt echter niet zo lang. Want woensdag zien we de zon al regelmatig terug. Er kan in het oosten dan nog wel een enkele bui vallen. De temperaturen komen uit op 23 of 24 graden. Vanaf donderdag hebben we het zonnige en droge weertype gewoon weer terug... De temperaturen lopen dan vooral in het binnenland ook weer op naar zomerse waarden. Ik ben Hanneke Luiting van Weerplaza.